Ja, got it. Goedemorgen, Els. Hi Jan, leuk dat je er bent. Ja, leuk dat jij er bent. Je had een vraag, dus ik zou zeggen, Nou, ga je gang. eigenlijk een thema. Het thema is de dood. En daar vind ik het leuk om met jou een keer over te praten, omdat jij er veel interesse in hebt. Je schrijft erin, je schrijft erover in je boeken. Je zet in opstellingen overleden mensen neer. Dus mijn eerste vraag is: hoe kijk je zelf aan tegen de dood? Nou ja, de dood is zeg maar een onderdeel van de dualiteit, hè? Zoals geboorte dat is, is de dood dat ook. Dus dat is het is gewoon, ja, het hoort bij het hele pakket, om het maar zo te zeggen, de fysieke dood, hè? Ja. Dus er is, in die zin is er, als je vanuit het fysiek kijkt, is er geen ontkomen aan. En het is het enige waarvan je zeker weet dat het op je pad komt. Dus het is gewoon een package deal. Het is de package deal van het fysieke leven, de dood. Oké. En ik zie wel dat mensen het leven uitgebreid vieren. En met de dood gebeurt dat soms ook wel, maar meestal hebben we daar toch een andere houding naar, om het maar zo te zeggen. Ja. Ben je ooit zelf dicht bij de dood geweest? Nou ja, dat is. Je bedoelt de fysieke dood? Ja, fysieke dood, ja zeker. Ja, ik zou het niet weten. Ik weet zeker dat het me nooit is overkomen. En ik kan Nee. er natuurlijk wel verhalen over vertellen, maar meestal zijn dat soort van ik ben bijna doodgeschoten of ik ben bijna verongelukt. En dat is natuurlijk niet waar, want ik ben absoluut niet verongelukt en ik ben absoluut niet doodgeschoten. En ik ben wel eens ooit heel hard op mijn hoofd gevallen, maar ook toen ben ik gewoon niet doodgegaan. Dus het antwoord is nee. Ja. Ja, Ik helder. hoorde een vrouw op de Westbank een keer zeggen: ik ben bijna doodgeschoten. Ik zeg: nou, je bent niet doodgeschoten. En toen zei ze: ja, maar ik kon nog net het huis binnenrennen toen er op mij geschoten werd. Ik zeg: dat begrijp ik. Dus je bent niet doodgeschoten. En dat is een andere beleving dan zeggen: ik ben bijna doodgeschoten. Het is alsof je dan de andere kant op gaat met je denken. Ja. Ja. Klopt, ja. Ben Blijft het. jij bijna, heb je, ben jij bijna dood geweest ooit? Nee, ik ben niet. Ja, er zijn verhalen dat ik bijna dood geweest ben toen ik heel klein was. Toen had ik een of andere operatie waar de kans me heel klein was dat ik zou overleven. Nou, ik heb het wel overleefd. Ja. Maar ja, ik weet dat natuurlijk niet meer. Dus het antwoord is nee, ik ben er dus niet bij in de buurt geweest. Ja. Wat ik ook interessant vind, is jouw ideeën over de vraag of er iets overblijft. Of er iets overblijft. Nou ja, kijk, van het fysiek blijft natuurlijk niks over. Dat is absoluut zo. De vraag is dan natuurlijk, wat zijn wij? Hè? Als ik denk dat ik mijn lichaam ben, dan blijft er niks over. Maar dat is voor mij al lang verleden tijd dat ik dat geloof. Dus ik denk dat ik leven ben. En ook als ik dood ben, is er leven. En dat is voor mij is dat wel een heel duidelijk dat niks anders is dan leven. En de dood is het leven, dus geboren worden in een fysiek lichaam en doodgaan is een soort, ja, weet je, alsof je op de kermis een ritje in de Jimmy doet of zo, of in het reuzenrad of zo. Dus je stapt in, je doet de rit en je stapt op het eind ook weer uit. Dus Ja. daar lijkt het voor mij het meest op. Gisteren heb ik iemand die ik goed kende voor het laatst gezien. Die is bezig te overlijden. En ik vroeg me af van, wat zijn jouw gedachten daarover? Wat kun je het beste doen om zo iemand te steunen? Nou, gewoon kijken waar iemand is en daarbij aansluiten lijkt me. Als iemand niet bang is, is dat natuurlijk heel fantastisch. En als iemand wel bang is, betekent het niet dat ik denk dat je ook bang moet zijn, maar dan ga je erbij zitten, wetend dat er niets is om bang voor te zijn. Tenzij je natuurlijk denkt, ja, maar ik ben er ook bang voor, dan is het een ander verhaal. Maar ik denk dat het heerlijk is als je bij iemand bent die aan het sterven is. Dat je gewoon erbij zit en niet bang bent. Zodat je er ook helemaal kunt zijn. Dat je helemaal je eigen. Dat jij er gewoon helemaal kunt zijn. Zonder je terug te trekken of bang te zijn of af te sluiten. Ja. Mijn schoonzusje was 44 toen ze
aan het overlijden was. En Anja en ik gingen er nog heen. En we hebben gewoon, ik dacht, nou, het zal een half uurtje zijn, want ze zal wel niet meer aankunnen. Nou, we hebben een uur lang, anderhalf uur lang, hebben we vreselijk gelachen en moppen verteld en kersen gegeten. En ik zei, nou, we gaan weg. Ja, zei ze, kom je volgende week weer terug als ik dan nog leef. Ik zeg, ja hoor, dat doen we. Met kersen, zei ze. Ik zeg, met kersen. Nou, het is er niet van gekomen. Ja. De kersen wel, maar zij was dood. Ja. Ja, vorig jaar had ik ook zo'n ervaring. Toen was er een vriendin van ons die bijna aan het overlijden was. Toen zijn Mieke en ik daar naartoe geweest. En toen hebben we een ontzettend gezellig uur gehad, waarin het echt precies zo was als altijd. Terwijl zij in het hospice lag, in het bed. Maar het contact was gewoon precies hetzelfde als normaal. Het is het gekke, hè? Van dan is iemand er nog. En even later, dan is iemand niet meer op die manier toegankelijk. Laat ik het zo zeggen. Maar weet je, voor mij is het heel duidelijk dat mensen leven altijd toch al in mijn hart. Dus ik heb nooit het gevoel gehad dat als iemand doodgaat, dat ik dan verlaten word. Omdat in mijn hart is iemand gewoon heel levend. Dat geldt ook voor mijn vader, die is zo levend aanwezig. En in feite, alle mensen die overleden zijn, die zijn zo levend in mijn hart aanwezig. En ja, natuurlijk, je gaat er geen thee meer drinken. Maar voor mij zijn ze er gewoon. Ik voel me nooit door iemand verlaten als die doodgaat. Nou, dat is ook mijn ervaring. Ja, ik wou het daar ook over hebben, want je hebt een poos geleden ook gezegd, ik vind dat heel mooi. Mijn moeder die zei ook altijd van dat haar ouders, dat die eigenlijk ook altijd bij haar aanwezig waren, terwijl die al lang overleden waren. En ik heb ook nu de ervaring dat zij, mijn moeder zelf, die is nu ook overleden, dat die eigenlijk altijd bij mij aanwezig is. Dus op een of andere manier is dat gewoon altijd zo. Ja, ja. Dat is ook een heel mooi gedicht van Johannes Andreas Dermau. Ik weet niet of je die kent, dat is een dichter uit het begin van de 20e eeuw. Die vergelijkt dan de mensen die overleden zijn met anemonen. En die zijn dan, niet in zijn eigen hart, maar in het hart van God. Dat is een prachtige vergelijking. Ja. Dus even, mag ik er een regel van oplezen? Ja, ik vind natuurlijk. Dat een heel mooi gedicht. Ik moet mijn bril opzeggen. Dus dat gaat over mensen die, waarvan hij heel veel hield en die overleden zijn. Hij zegt van, ik weet dat vlakbij me in het hart van God gedoken de grote liefde van mijn leven wonen. Daar staan ze veilig, stil als anemonen, door geen orkaan van het oppervlak gebroken. Dat vind ik ook mooi, door geen orkaan van het oppervlak gebroken. Dus ze zijn er altijd. Ja. Een soort constante aanwezigheid. Ja. Het is natuurlijk, wij verblijven natuurlijk ook in het hart van God. Hè? Of, hè, wij zijn het hart van God of we blijven in het hart van God. En alles en iedereen, het leven is gewoon het hart van God. Dus de cursus zegt natuurlijk ook dat de dood een bevrijding is. Hè? Het is een bevrijding van de dualiteit, zeg maar. En niet dat je er daarom haast mee moet maken. Maar als je het zo kunt zien. Hè? Als ik het zou zien als ik vlucht hier weg. Want dan ben ik er mooi klaar mee. Dat is natuurlijk niet zo. Hè? Want maar goed. Het is een interessante. Het is fijn als je gewoon in stilte en met een open hart aanwezig kunt zijn bij waar kinderen geboren worden en waar mensen doodgaan. Dat is gewoon een heel groot cadeau voor jezelf. Als je daar niet bang voor hoeft te zijn. Wij hadden een Edith Jung Healy groep en er was een vrouw die zat heel veel jaar al in die groep en opeens werd ze ziek. Het ging heel snel en opeens was ze zo goed als terminaal. En toen hebben we, dat wou ze graag, hebben afgesproken dat we met z'n allen nog bij haar de laatste, nog een groep zouden doen. Dus we zijn allemaal naar haar toe gegaan en haar man had vla gekocht en die zette koffie en thee. En we zaten daar met 23 mensen in de kamer en zij lag op het ziekbed. En we hadden een fantastische, fantastische avond. En er waren mensen die heel bang waren om te komen. En die waren gekomen. Die waren ook heel blij dat ze gekomen waren. En er waren ook mensen die niet durfden te komen. En die hebben dat echt, naar de hand hebben die er echt spijt van gehad. Toen ze hoorden wat voor een fantastische bijeenkomst dat nog geweest is. Dus ik kan dat iedereen aanraden. Ja, die konden. Ja. Dan heb ik nog een paar vragen over dood en familieopstellingen. Want daar zit ook heel interessant verband. Want het is duidelijk dat
dat mensen, als ze aan familieopstellingen doen, de relatie met overleden mensen kunnen helen. Ik bedoel, dat heb ik vaak gezien ook. Bijvoorbeeld een klant komt en die heeft dan moeilijkheden met zijn ouders die overleden zijn. En dan na de opstelling zie je dat die klant een gevoel van dankbaarheid ten opzichte van zijn ouders heeft. Dat is natuurlijk heel mooi. En wat jij in de opstellingen ook doet, is dat je grootouders, overgrootouders en nog verder de voorouders opstelt. Dus overledenen die de klant helemaal niet gekend heeft. Ja. En dan zie je dat er toch dingen gebeuren en er worden dan dingen in de familielijn geheeld, zeggen we dan. En mijn vraag is van wat gebeurt er dan echt precies? Want die overledenen, zijn die er nog of zijn die er niet meer? En in hoeverre hebben die een relatie met de klant? Want die klant die kent ze dus helemaal niet. Tenminste, heeft ze nooit fysiek gezien. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, nou, wat er natuurlijk gebeurt is als we opstellen en ouders zijn overleden. In feite gaat het hele opstellen, als je zegt mijn band heelt met mijn ouders, dan komt dat omdat ik bereid ben om me verbonden te weten en om mijn projecties die ik heb op mijn ouders terug te halen. Dus het gaat niet over dat we nog eens even langs de meetlat gaan leggen of het nou de perfecte ouders en de perfecte moeder en de perfecte vader was, maar het gaat over, ben je bereid om, ja, eigenlijk is het een soort, ben je bereid om te zeggen, ja, dat zijn mijn ouders. Ik hoor bij ze, hoe het ook gegaan is. Ik neem het gewoon dat het zo gegaan is en ik hoor bij ze. En dat is allemaal, dat gebeurt in feite allemaal nog in de dualiteit, want projecties gebeuren in de dualiteit. En die ouders nemen gebeurt ook in de dualiteit. Dat zou je kunnen zeggen, vaak zie je dat er een familiepatroon is. Ik zeg nee tegen mijn moeder en mijn moeder zegt nee tegen haar moeder en haar moeder zegt nee tegen haar moeder. Dus op het moment dat ik, zeg maar, dat ik de relatie neem en stop met die afwijzing, kun je ook vaak zien dat die moeder dan denkt van hé, hey, maar als zij dat kan, kan ik dat ook. En dan zie je dat in die lijn wordt het alsnog helemaal terug hersteld. En dat is, ja, weet je, dat speelt zich denk ik nog steeds af in de dualiteit. En tegelijkertijd verbindt het, schept het een verbinding, worden we één. En dat is natuurlijk wat we in essentie zijn. Het is alsof je een poortje legt naar wat we allemaal in essentie zijn. En dat we allemaal deel van die eenheid zijn. Ja, dat klopt. De vraag is, zijn die grootouders en die overgrootouders dan op een of andere manier daarbij aanwezig of daarmee bezig? Of zou ik dat doen? Nou ja, ik denk als wij werken, als wij ook met klanten werken, dan denk ik dat er heel veel hulp uit de sferenrijk is. En dan zou je wel kunnen zeggen, ja, een sferenrijk bestaan helemaal niet. Maar toch, als ik het gevoel heb, nou, ik heb de support van mijn vader of hij is veel aanwezig. En dat is prima, dat zou je kunnen zeggen, nou, dat is allemaal projectie en dat gebeurt in de sferen van de dualiteit. En het is wel een steunende projectie. Dus alle projecties die steunen, alle projecties die naar liefde wijzen of op liefde duiden, dat zijn natuurlijk fantastische projecties om, zeg maar, om dat pad te effenen waarin je werkelijk kunt toelaten dat je onderdeel van eenheid bent. Hè? Want je bent dat, maar dat je je ook daarvoor opent. Dat je ook, zeg maar, al je weerstand daartegen laat gaan. Zodat je daarmee samen kunt vallen. Om vervolgens te merken dat je in het dagelijks leven toch nog gewoon met de buren natuurlijk dealt. En dat je toch nog steeds huistuin en keukendingen op je bord krijgt en daarmee om moet gaan. Ja, in elk geval is het wel zo dat die familieopstellingen een soort manier zijn, in ieder geval voor mij. Misschien vind je nou heel gek wat ik nu ga zeggen, om een beetje experimenteel bezig te zijn met de dood en met overledenen. Dat heb ik eigenlijk nooit zo meegemaakt, dat je dan iets daarmee kan doen. Dus dat vind ik heel apart. Ja, normaal is dat dus niet toegankelijk voor ons, maar op die manier toch wel een beetje. Nou, ze zijn zeker toegankelijk en het heeft vooral met jouw openheid te maken. Als ik mijn hart open, dan als ik ze toelaat in mijn hart, dan zijn ze er meteen. En dat is, ja, misschien is dat wel gewoon hun liefdevolle energie. Of misschien, ik weet natuurlijk niet wat het is, maar ik merk wel dat het er is. Ja. Ja, en dat dat behulpzaam is en ondersteunend. En dat dat mensen support in hun dagelijkse leven. Ja.
Ja, apart. Hij zegt van, ik weet echt niet precies wat er is, maar ik merk wel dat het er is. Dus de experimentele manier van werken die je bij familieopstellingen gebruikt eigenlijk. Dat vind ik zeer interessant van dit hele veld van werkzaamheid, laat het zo zeggen. Ik zou ook niet weten hoe je dat onderzoeken moet, maar ik ook niet. Daar ben ik ook helemaal niet mee bezig. Nee. Dus het enige is, wat ik zie dat het werkt. Ja? Dus dan kwam een keer een vrouw en die zei, ik zou willen dat mijn kinderen weer samen aan tafel zitten met het kerstdiner. En ik zei, nou, hoe is de relatie met je ex? Ja, die was waardeloos, dus daar werken we dan mee. En dan kreeg ik op 31 december, hè, dit was in oktober, kreeg ik een mailtje. Ik wil het je toch nog vertellen voordat het jaar om is. Ze zaten samen aan tafel met het kerstdiner. Ja, als ik een conflict oplos met mijn ex, en de kinderen zitten dan altijd in een soort loyaliteitsconflict. Als ik conflict heb met mijn ex, ja, dan heb je kans dat in die kinderen zo'n conflict zich ook voortzet, zeg maar. En als ik het hier oplos, kan het daar ook oplossen. En zo werkt het gewoon. Als ik het oplos, kan het daar ook oplossen. Dat gebeurt niet per se, maar heel vaak zie je dat het wel gebeurt. En ook terug in de lijn en ook vooruit in de lijn. Ja. Mooi, ja, dankjewel. Een intriguing fenomeen is het. Ja, zeker, zeker. Goed. Oké, Jan. Oké zo? Ja, oké. Dankjewel, Els. Nou, dankjewel en tot de volgende keer. Tot de volgende keer, ja.